Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het accent van dit programma zal deze dagen gelegd worden op het tweedaagse werkbezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte aan Suriname. Vandaag in Focus. Nederlandse delegatie krijgt rondleiding door binnenstad Paramaribo. President Santokki en premier Mark Rutte leggen kransen bij monument Bastion Veren. Premier Mark Rutte spreekt hoogste college van staat toe. En samenwerking Suriname-Nederland biedt mangroveproject voordelen. Een Nederlandse delegatie onder leiding van minister Liesje Schreiner-Mager van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kreeg op dinsdag 13 september 2022 een rondleiding door de binnenstad van Paramaribo. De delegatie werd vergezeld door minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken en burgervader Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost. Wij voeren u terug naar dit moment. Bezoek moet je zien als een oriëntatiebezoek in het kader van wat het ministerie van OW betreft. Wateroverlast, problematiek. Je weet, verschillende landen hadden hulp aangeboden, waaronder Nederland. Concreet hebben ze expertmissies ter beschikking gesteld. Ook financiële hulp via het NCCR. En we hebben gemeend om de delegatie in het veld fysiek te wijzen hoe de situatie eruit ziet. Ja, we zijn al een tijdje bezig, we weten onder andere dat er een masterontwateringsplan is vanuit het Saramaga-kanaal, dat ook betrekking heeft op de binnenstad. Ja, minister, welke fase zijn we nu? Dus dat is al vergevorderd. Op dit moment zijn de aanbestedingen gaande. Dus volgend jaar, eerste kwartaal volgend jaar, zal de gunning er zijn en zullen de werkzaamheden fysiek aanvangen. De bedoeling is dat het project in 2 jaar afgerond moet zijn, dus zeg maar december 2024 moet het kanaal zijn opgehaald, vernieuwd. De grondvraagstukken moeten zijn opgelost. En een derde ding is dat de sluizen. Het is een vrij complex project. Je weet, een van de zaken die wij hoog op de agenda hebben is dat Surinaamse bedrijven zoveel als mogelijk moeten participeren, want het is een internationale aanbesteding. Dus de Wereldbank zet ook alle efforts op de oproep van ons en traint ook de mensen, heeft informatie zijn gehouden voor de Surinaamse aannemers, zodat ze in staat zijn mee te kunnen doen. Dus normaal zijn deze werken te doen door onze eigen aannemers, dus het vraagt wat tijd. Maar in elk geval, het is al bijna zover dat de aanbesteden en gunningen zullen plaatsvinden. Ja. Concreet is het zo dat wij zelf bezig zijn eigen huis met de beschikbare middelen en donormiddelen. Het ontwateringssysteem langs de rivieren, dat zijn pompshuis, te optimaliseren. Dat heb je misschien ook gezien dat sommige al vernieuwd zijn. En in de binnenstad, zoals hier, je weet, als je loopt, de binnenstad moet ook er beter gaan uitzien, zoals de voetpaden, de wegdek en dergelijke, de riolering. Dus wij willen kijken hoe we met de bedrijven die hier zijn, ook dat samen kunnen doen. Want uiteindelijk zijn het de mensen die bij de gasten moeten komen, bij de winkels moeten komen. Dus als zij ook een handje meehelpen, hoeft niet voor alles te zijn, maar tenminste voor het voetpad, dan helpen we de overheid. En daarom hebben we ook een overeenkomst, de DC weet het, van Paramaribo. We hebben ook een overeenkomst met alle bedrijven hier in Paramaribo om een handje mee te helpen. President Chandrika Prasad Santokki en premier Mark Rutte hebben kransen gelegd bij het monument Bastion Veren in het Fort Zeelandia. Dit monument werd in 2009 opgericht ter nagedachtenis aan de 15 slachtoffers van 8 december 1982. Onder de aanwezigen bevonden zich de nabestaanden bisschop Karel Tjuni van het RK-bisdom en Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982. President Chandrika Prasad Santokki en premier Mark Rutte hebben kransen gelegd bij het monument Bastion Veren in Fort Zeelandia.
Dit monument werd in 2009 opgericht ter nagedachtenis aan de 15 slachtoffers van 8 december 1982. Onder de aanwezigen bevonden zich de nabestaanden, bisschop Karel Tjuni van het RK Bisdom en Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De regeringsleiders Chandrika Prasad Santokhi en Mark Rutte hebben het Surinaamse parlement toegesproken tijdens een buitengewone openbare vergadering. President Santokhi legde in zijn rede de nadruk op de historische relatie tussen beide landen, terwijl premier Rutte het belang van het weer met elkaar optrekken heeft benadrukt. Ook DNA-voorzitter Marinus B. heeft een toespraak gehouden. Hij sprak de hoop uit op een gemeenschappelijke toekomst met wederzijds voordeel. Wij blijven er steeds naar streven om alle actoren met wie wij als natie bilaterale betrekkingen besluiten aan te gaan, hun waarde op de juiste wijze te blijven waarborgen, omdat het gelijkheidsbeginsel bij ons hoogstaat aangeschreven. Echter, wij worden er steeds weer mee geconfronteerd dat na de beëindiging van het koloniale tijdperk tussen onze beide naties Suriname bijna stiefmoederlijk bejegend worden. Bij het willen betreden van de eens nauwelijks gehanteerde landsgrenzen van het Koninkrijk der Nederlanden en onze natie. Het parlement draagt elke eventuele samenwerking, waar ook de Suriname hier ten lande profijt van zal ondervinden, een warm hart toe en spreekt de hoop uit dat niet alleen gemaakte, maar ook nog de te maken afspraken voor heel Suriname de verlichting zullen brengen die beoogd wordt. Ik wil u allereerst zeggen hoe vereerd en dankbaar ik ben om hier vandaag te mogen staan. Hier op deze plek, in het hart van de Surinaamse democratie, waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Ik beleef dit persoonlijk als een heel bijzonder moment. Maar veel meer nog is het een bijzonder moment voor onze beide landen. Want lang, veel te lang, zijn de relaties tussen Suriname en Nederland verstoord geweest. En het is goed dat die band nu is hersteld, zoals het bezoek van president Santokhi aan Nederland vorig jaar en mijn bezoek dit jaar aan Suriname nu onderstrepen. We trekken weer samen op. Suriname hecht veel belang aan de goede samenwerking met Nederland. Een volwassen samenwerking die is gestoeld op een solide basis van wederzijds vertrouwen en respect waar wij samen verder inhoud zullen moeten geven. Met aantreden van de regering Santokhi-Brunswijk is de politieke wil om de diplomatieke, economische en sociaal
en culturele banden tussen onze landen tot grote hoogten te tillen een realiteit geworden. Hoog ambtelijk overleg, hier in Paramaribo gehouden, de benoeming van wederzijdse ambassadeurs voor onze landen vormde de grondslag van wederzijdse inspanningen vanuit onze regeringen en hebben geresulteerd in de implementatie van diverse afspraken die zijn gemaakt op regeringsniveau. We hebben de samenwerking opgepakt en geïntensiveerd op het gebied van politie en justitie samenwerking, defensie, volksgezondheid en ook andere beleidsgebieden. Voorts is waar te nemen de intensivering van de samenwerking tussen de publieke en private sector van onze landen. Zoals eerder genoemd door de minister-president, wordt via het Makandra-programma tastbare resultaten geleverd voor ons land. President Chandrika Prasad Santokhi en minister-president Mark Rutte hebben een bezoek gebracht aan het mangrovenproject De Weg naar Zee. Middels het planten van mangroven werd het belang en behoud van mangrovenbossen benadrukt. Professor Sionat Naipaal ziet voor het kustbeschermingsprogramma veel in de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Het is heel positief inderdaad. Het is weer een energiegeladen event geweest. We hebben hierop inderdaad geanticipeerd ook, omdat we gehoord hebben dat ze zouden komen. We hebben voorbereid. En inderdaad, vandaag is het moment aangekomen om... Het zijn twee landen bij elkaar, hè? Dus twee premiers, minister-president van Nederland en president van Suriname. Dat betekent dus dat er ook heel veel andere zakenlieden bij zijn, die meegekomen zijn. Maar ik zie veel in die samenwerking met betrekking tot het versnellen van wat we aan het doen zijn. Ik vind het belangrijk dat de minister-president van Nederland aangeeft dat we op een goede weg zijn. Dat is belangrijk. En dat dit in feite doorcijpelt naar hun organisaties in Nederland. Ik heb ook gesproken, afgelopen maand was ik in Nederland. Maar ik heb ook heel veel gesproken met verschillende organisaties daar. Het is niet alleen maar Suriname dat nodig heeft mangroven bij zo'n praten, maar ook de hele wereld. Omdat mangroven heel veel doet aan klimaat. Bijzonder veel. En positief ook. Dus ze kunnen hierin inkomen op verschillende manieren. Ik noem het één, ze hebben het ook in hun mond genomen, het woord carbon. Heel veel koolstof wordt vastgelegd en koolstof hebben ze nodig. Ze zijn een koolstofproducerend land, we zijn een koolstofnegatief land, bij ze van praten. Dus dat betekent dat we kunnen onderhandelen. Dat betekent dat ze ressources kunnen vrijmaken voor ons en die ressources kunnen we hier gebruiken voor het mangrovenbehoud en alle andere voordelen daaruit kunnen halen. Dus wanneer deze twee zaken bij elkaar komen, dat is een verschrikkelijk groot voordeel. Dat kan je heel snel doen. En dan zien de mensen ook snel de resultaten. En dat is wat ik in feite nodig heb en wat wij in feite kunnen voorleggen aan onze bevolking, onze local communities hier, die gemeenschappen die aan de kust wonen. Want we hebben het niet alleen maar te maken hier bij Weg naar Zee. U heeft waarschijnlijk ook kennis genomen van onlangs bij Komowijnen toen het doorgebroken is. U heeft ook kennis genomen in Digipan wat daar gebeurt. En overal heb je het probleem op de gang. Het is een grootschalig ding. Ja, het is grote schaal. Het is wateroverlast, maar als gevolg van
te hoog waterstand in de zee, die in feite nu doorbreekt verder. En als we dus niet ervoor zorgen dat er een ander systeem komt om dit een beetje op te vangen, de golven, dan zijn we in feite bekeken. Dan moeten we echt verhuizen. Of je kan niet een dijk bouwen dat maar hier aan het begin. Ik laat de Coronie zien. Coronie is een dijk gebouwd, maar nu ten oosten van Coronie is de zee bijna aan de oost-westverbinding. Ten westen ook dezelfde situatie. Wat is de reactie nu? Ga je dat doortrekken? Bijna niet mogelijk. De president heeft aangegeven, we hebben geen geld. Vandaag zie je ook aangegeven. Het kost echt duur. Omdat het niet op één plaats gaat, het gaat op verschillende plaatsen. Maar we hebben aan de methodologie en technologie. Nederland is ook bezig met mangroven, maar dan in Indonesië. Ik weet dat Nederland ook bezig zijn in Guyana. Waarom is Suriname niet? Dus dit is de mogelijkheid om die twee landen bij elkaar te krijgen, om te zien wat ik kan. Ik heb aangegeven dat we kennis hebben. We zijn geen leken hier. Ik heb al laten zien. 7 jaar zijn we bezig en we laten zien. Kijk naar links groen, kijk naar rechts grijs. Nederland is behoorlijk gespecialiseerd op het gebied van hydrotechniek. Ja. En ze zijn eigenlijk een land die dus leeft beneden de zeespiegel. Ja. Wat was uw reactie dus toen ze dit zagen? En dus hetgeen waarmee u bezig bent, uw manier van aanpak? Ze hebben duidelijk aangegeven dat wij een beetje vooruit lopen. Hè? Wat dat betreft. Ze hebben dus... de techniek wel, hè? Dus dat vraag ik ook, van hoe snel kan de techniek hier gebracht worden, op welke manier kan het versneld worden. Nou, het gaat in feite erom inderdaad, dat ze hebben gezien en dat was een bijzonder waardig gevoel bij hun aangekomen, van dat kan, dat is mogelijk. En ze hebben de vraag gesteld van, hey, wanneer ga je hierop planten, maar het begrip op dat daarop gaat planten betekent dat je eerst opgevuld moet worden. Dus ze zijn heel positief nogmaals en dat doet in feite goed voelen. Het is ook afspraak gemaakt dat we waarschijnlijk door zullen gaan. Ik moet nu te gaan werken aan contactpersonen waar we kunnen werken. Er zijn verschillende universiteiten ook daar, de Wageningen Universiteit ook is genoemd. Delft is ook bezig, Wetland International is daar ook bezig, Deltas is bezig, ze waren ook hier aanwezig. Dus er zijn mogelijkheden, maar waarschijnlijk gaan de deuren en ramen open om de windows, bedoel ik, dan gaan we samenwerken. Ik hoop dat dat plaatsvindt. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.